In het huis van dokter Constant de Beukelaar in het Friese Jubbega spelen zich merkwaardige dingen af. Nou hoef je niet bepaald bioloog te zijn om van dieren te houden en graag poezen, duiven, konijnen, parkieten, cavia's en een kraai om je heen te hebben en misschien zelfs te dromen van ooit nog eens een echte beer. Het bijzondere van meneer de Beukelaar is zijn vriendschappelijke omgang met zulke algemeen verafschuwde diertjes als ratten. Wij moeten dus proberen door dit experiment het dier nader tot de mens te brengen. Daarvoor moeten we de taal van de dieren leren. Ik heb daar speciaal ratten voor genomen, omdat de rat een grote intelligentie heeft. De schelle piepgeluiden van de rattentaal wil deze bioloog opnemen, er de betekenis van leren en dan de ratten toespreken met behulp van een fluitje. Verder wil de Beukelaar door kruising met eekhoorns een bruine rat met pluimstaart fokken, in de hoop er zo een aantrekkelijk huisdier van te maken. Hij zelf is er nu al beste maatjes mee.